Goedemiddag en welkom bij het Kampersjournaal van vrijdag 11 april 2014. Met vandaag in de uitzending. Ik wil graag minder meer keuzevragen, omdat er is gebleken dat als ik open vragen krijg, sowieso een beter cijfer haal. Dus daarom. Buiten spelen, lekker vies worden, door de modder, over muurtjes, klimmen, tijgeren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te doen. Je ziet iedereen ook gewoon de hele dag met een glimlach over het parcours lopen. Ja, het is ontzettend belangrijk dat wij een plek hebben waar studenten en mensen van het bedrijfsleven samenwerken aan hoe je het beter kunt ontwerpen. Er zijn veel middelen om tot een studiekeuze te komen. Open dagen, meelopen met de studenten en natuurlijk het internet. Maar vanaf 2014 zitten de aanstaande HBO en WO-studenten opgezadeld met de studiekeuzecheck. Een verplichte controle om te kijken of je wel echt geschikt bent voor de gekozen opleiding. Maar hierover is nog veel onduidelijkheid. Ella Oldeziel gaat na de zomervakantie mobiliteit aan Windesheim studeren, nadat zij haar mbo-opleiding heeft afgerond. Dit betekent dat zij één van de vele aanstaande studenten is die de verplichte studiekeuzecheck moet doen. Maar wanneer en hoe is nog onduidelijk. Ik weet nog niet precies wat het helemaal inhoudt, maar dat die verplicht is, dat kreeg ik wel te horen. Of, nou ja, dat, toen ik mij aanmeldde voor die opleiding. En ik krijg er denk ik nog informatie over. Wat verwacht je ervan? Denk je misschien dat het mogelijk is dat er uitkomt dat de opleiding eigenlijk helemaal niet bij jou past? En ga je daar dan ook iets mee doen? Ik denk niet dat ik er iets mee ga doen. Ik denk, ik ben er nu wel eigenlijk uit dat ik dit wil gaan doen. En daar laat ik niet door zo'n studiekeuzecheck nog meer van de baan vegen. Want waar denk je dat het jou in helpt, zo'n check? Persoonlijk denk ik dat het mij... Ik heb het niet nodig. Denk je dan niet dat zo'n studiekeuzecheck misschien een beetje te laat komt? Namelijk nadat je je keuze al hebt gemaakt? Ja, dat vind ik wel. Want als het uit die studiekeuzecheck blijkt dat ik in één keer iets heel anders... een andere persoon of een andere opleiding zou moeten gaan doen... dan vind ik dat ze daar wel erg laat mee zijn. Wat verwacht je van Windesheim? Ik verwacht een hele leuke tijd. En ik hoop er veel te leren. Een feestelijke opening deze week op Hogeschool Windesheim. Op de afdeling bouwkunde werd een innovatiecentrum geopend. Het kampersjournaal ging erheen om een kijkje te nemen. Koffie en gezelligheid in gebouw T op Windesheim. Woensdagmiddag werd hier het BIM Innovatiecentrum geopend. De middag begon met wat presentaties en werd voorafgegaan door de opening van het centrum. Dat werd gedaan door de voorzitter van het college van bestuur, Albert Cornelis. En die gaat van de opening verrichten. Die geef ik daarvoor graag het weg. In het centrum kunnen studenten bouwkunde met de nieuwste technologie werken. Daarnaast is het innovatiecentrum een mooie plek om het bedrijfsleven samen te laten komen met studentenprojecten. Lector Willem Bunk legt uit wat het belang is van het nieuwe innovatiecentrum. Ja, het is ontzettend belangrijk dat wij een plek hebben waar studenten en mensen van het bedrijfsleven samenwerken aan hoe je beter kunt ontwerpen in bouwinformatiemodellen. Dus een 3D-ontwerp van een gebouw of bouwwerk. En dat is nu mogelijk geworden met dit centrum? Ja, dat is op deze plek mogelijk. Hier staan niet alleen allemaal computers met toetsenborden en beeldschermen, maar het is ook aangesloten met een server waar alle softwarepakketten op staan die kunnen worden gebruikt voor het ontwerpen van gebouwen. Vierdejaarsstudent bouwkunde Jan-Pieter Schoonhoven legt uit waarom het belangrijk is dat Windesheim dit innovatiecentrum heeft geopend. Nou, dit centrum zorgt ervoor dat de studenten dus makkelijk kunnen samenwerken door de verschillende projecten die de opleiding eigenlijk voorschrijft. Kunnen studenten in deze ruimte samenwerken en samen dus de problemen verhelpen die ze tegenkomen bij verschillende constructies binnen een bouwwerk. En het is natuurlijk ook leuk voor de bouwwereld om te weten dat er binnen de opleiding ook gewoon veel aandacht aan wordt geschonken. Het verstevigt meer de positie van de opleiding. Maar het is heel belangrijk dat we nu vooral intensief samenwerken met mensen van de deelnemende bedrijven. Dat zijn er 24. En dan is het fijn dat er voor die mensen ook duidelijk een plek is waar ze even naartoe kunnen om samen met de onderzoekers en de studenten aan dat project te werken. Dat kan hier. Tot slot leggen we Bunk een stelling voor. Het innovatiecentrum is een absolute aanwinst voor Windesheim. Ja, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Als lector ben ik ontzettend trots dat we nu voor een van onze projecten een plek hebben waar we goed het onderzoek kunnen doen.
En waar we alle faciliteiten hebben, waar ook een groot beeldscherm staat, waar iedereen meteen op kan zien wat er wordt veranderd aan een gebouwmodel, waar wordt getest of er problemen zijn in het ontwerp en welke aanpassingen nodig zijn. En ik vind dat echt een grote aanwinst voor Windesheim. En dan nu het korte nieuws. In de 19e eeuw zou je niet zo snel een vrouw tegenkomen die werkt. Maar tegenwoordig is dat heel anders, want het zijn de vrouwen die steeds vaker de kostwinner zijn. Bij jonge stellen tussen de 15 en 35 jaar zijn in ruim 30% van de gevallen de vrouw degene die het meeste verdient. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vrouwen steeds vaker hoger opgeleid. Maar ook de veelbesproken economische crisis speelt een rol. In 2009 verloren veel mannen hun baan. Cabaretier Lebbes heeft er een duidelijke visie over. Ooit krijgen vrouwen spijt. Door de stromende regen loop je naar je huis toe, dan doe je de voordeur open en dan ruikt het naar appeltaart. Want je man heeft een appeltaartje gebakken en hij heeft de kinderen van school gehaald en het hele huis aan kant gemaakt. En met een opgeruimde glimlach vraagt hij aan je: en schat, hoe was het vandaag op je werk? En dat is het moment dat jullie allemaal in janken zullen uitbarsten en denken: verdomme, dat mochten wij vroeger allemaal doen. Hoe hebben die mannen dat voor elkaar gekregen? En dat is de dag dat jullie de straat op zullen gaan. Opzij wordt verboden in Nederland. Siska Dresselhuis kaal geschoren. Over de Duitse grens wordt gezet en jullie het recht om je kinderen op te voeden zullen terug eisen, omdat het biologisch en historisch jullie recht is. Die dag gaat komen. Ben je ook wel eens keihard onderuit gegaan hier op het station in Zwolle? Dan ben je niet de enige. Veel mensen gleden uit op de gladde vloer van de stationsbrug. Na vele klachten besloot ProRail er wat aan te doen. En dit is het resultaat. Een huiselijk tapijt over de hele brug. Eindelijk weer onbezorgd rennen om je trein te halen. Familieleden en vrienden die bekenden aanspreken alsof ze dood zijn. De bekenden zijn hardrijders en worden onder valse voorwendselen naar hun eigen begrafenis gelokt. Deze campagne is door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid gelanceerd om hardrijden tegen te gaan. Zo'n 40 ongevallen worden per dag veroorzaakt door overhaaste bestuurders. Kim, deze keer kan ik het u nog zeggen. Wees alsjeblieft voorzichtig tijdens het rijden. Ik wil jou niet kwijt. Ne roule plus jamais trop vite. On t'aime trop pour te perdre. Je t'en prie, écoute-moi. Lève le pied. Ne t'en va pas, mon fils. Je t'aime. Er komt een papieren verhuizing aan voor een groot aantal studenten. Ze hoeven dus niet te sjouwen met meubels, maar krijgen wel te maken met een papieren rompslomp. Onze verslaggever Robin heeft zich verdiept in het onderwerp. Robin, veel studenten krijgen allemaal een nieuw adres zonder te verhuizen. Hoe werkt dat? Nou Eline, op dit moment zijn er nog twee manieren om jouw studentenhuis te laten registreren. Ofwel alle kamers op één nummer, ofwel per kamer een nummer. En dat gaat door een wijziging in de basisadministratie adressen en gebouwen nu veranderen. Dus woon jij in de Steenstraat 12 op 3 hoog, dan wordt het dus gewoon Steenstraat 12. Dus dat betekent dat als jij nu niet zelfstandig woont, maar je hebt wel een eigen adres, dat dit voor jou van toepassing is. En wat voor gevolgen heeft dit nou voor de studenten? Ja, nou, wat het eigenlijk inhoudt, betekent dat er een grote verhuizing plaats gaat vinden. Dus niet een fysieke verhuizing, maar wel een papieren verhuizing. De overheid die neemt dat voor gedeeltelijk op hun rekening. Dus dat betekent dat jij bij een overheidsinstelling als DUO je nieuwe adres niet hoeft door te geven. Maar bij bijvoorbeeld je zorgverzekering of je krantenabonnement wordt wel van jou als student verwacht om zelf je nieuwe adres door te geven. Nou komt er een tijdelijk register. Kan je ons daar nog iets meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Wat het tijdelijke register eigenlijk inhoudt, betekent dat alle adressen die nog gewijzigd moeten worden, die staan daarin, zodat de overheid daar een duidelijk overzicht van heeft en structureel kan gaan kijken welke adressen al veranderd zijn en welke elke keer veranderd worden. Het is eigenlijk een backup van het hele idee en dat zorgt ervoor dat de overheid minder fouten maakt. En welke steden krijgen hier nou mee te maken? Nou, welke steden precies, dat is nog niet precies te zeggen, maar wel is al te zeggen dat ongeveer 20.000 studenten hiermee te maken krijgen. Amersfoort, Delft, Eindhoven en Zwolle is al heel erg goed geregeld, dus daar zal weinig veranderen. Maar bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen, daarvan is bekend dat het nog niet heel erg goed geregeld is, dus daar zullen de meeste veranderingen waarschijnlijk plaatsvinden. En wanneer krijgen de studenten nou een nieuw adres? Nou ja, dat hele backup plan, dat register, dat komt te vervallen in 2016. Dus voor die tijd moet de gemeente het zelf georganiseerd hebben. Dankjewel. Graag gedaan. Meer keuzevragen, een vloek of een zegen? Volgens een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond vinden studenten een meerkeuzetoets te makkelijk en leren ze er ook te weinig van. Maar wat is de mening van de studenten hier op de campus?
ik wil graag minder meer keuzevragen, omdat er is gebleken dat als ik open vragen krijg, sowieso een beter cijfer haal. Dus daarom. Ik wil meer meer keuzevragen, omdat er dan nog lekker wat valt te gokken. Als je bijvoorbeeld de toetsen een keer niet helemaal lekker doorgelezen hebt, maar je hebt wel een paar meer keuzevragen en je ziet die antwoorden, dan kan je misschien al net even herkennen wat je wel geleerd hebt. En dat helpt mij altijd wel redelijk om goede cijfers te halen. Ik heb gekozen voor meer meer keuzevragen, omdat als je een antwoord dan niet weet, dan kun je altijd gokken. Ik wil minder meer keuzevragen en meer open vragen, omdat ik vind dat met open vragen je meer getriggerd wordt om goed te leren. En ja, ik denk dat je de stof dan beter tot je neemt. En dat is toch wel de bedoeling van deze opleiding, dat we meer leren. Ik heb ervoor gekozen om niet meer of minder meer keuzevragen aan te stippelen voor de tentamens, want ik vind, zoals het nu is geregeld, vind ik het nou wel prima zo. Daarom heb ik gekozen dus voor de optie houden zo. Ja, ik wil meer en meer keuze vragen, omdat ik mezelf niet kansloos wil maken. Ik zou denk ik minder meer keuze, dus multiple choice vragen willen. En dat heeft er denk ik mee te maken dat ik toch wel vind dat de stof beter getoetst kan worden wanneer je open vragen hebt. Want daarbij kun je ook aangeven hoeveel je eigenlijk beheerst van die stof. Een uitgebreid antwoord geeft aan dat je de stof echt heel erg goed beheerst. En daarbij komt dat vrouwen geneigd zijn om sneller of minder snel te gokken bij multiple choice vragen. En dat is eigenlijk wel heel erg sneu, want daardoor worden vrouwelijke studenten dus benadeeld bij multiple choice tentamens. Dus dat is eigenlijk oneerlijk. Ben je onlangs in het bos geweest of in een natuurpark? Misschien moet je eens checken of er een teek op je zit. De lente is alweer een paar weken bezig en dat betekent dat de beestjes weer massaal in Nederland zijn. Dit jaar steeg het aantal teken zelfs op een recordhoogte. Verslaggever Tim trok het bos in en ons onderzocht hoe groot de kans is op een tekenbeet. Maandag bracht het RIVM een take-app op de markt, waarin je alle informatie kunt vinden over teken. Wij gaan nu met boswachter André op pad om te kijken hoe veilig dit bos is, maar ook om zijn mening te horen over deze app. André, jij bent boswachter, dus ik mag verwachten dat jij veel verstand hebt van teken. Volgens de tekenradar is de activiteit van de teken hier zeer hoog. Ja, ik zie dat, maar toch heb je wel plaatselijke verschillen. De Veluwe waar we nu lopen, daar komen naar verhouding komt veel bos en veel hei voor. Dus dan mag je ook verwachten dat hier vrij veel teken voorkomen. Nou, dat haal ik ook duidelijk uit dat plaatje. Als je dan inzoomt naar dit pad, waar eigenlijk geen begroeiing is en waar je eigenlijk over een mooi breed pad kunt lopen of kunt fietsen of kunt joggen met je mountainbike, ja, dan is eigenlijk het risico hier eigenlijk niet aanwezig. Nou, André, op zo'n pad hier is de kans om een teken op te lopen vrij van de hiel. Ja, die acht ik heel erg klein. Maar in zo'n bos hier, waar moet je dan wel op letten? Ja, kijk, als je even van het pad afgaat, en dat doen natuurlijk heel veel mensen ook eventjes om bijvoorbeeld lekker te gaan zitten, een broodje te eten of wat te drinken of gewoon even uit te rusten. Ja, dan ben je van dat pad af en dan zit je in één keer in het groen. En dan heb je meteen een verhoogd risico. Dus bij dit soort lage struikjes zou je ook moeten passen? Lage struikjes, korte begroeiing. Toch een beetje op de bomen, een beetje beschut. Want teken houden niet echt van dat hele felle licht. Dus ja, als het dan zomers warm is en je gaat zelf in de schaduw zitten, dan verhoogt het dus eigenlijk wel het risico. En dan stappen ze eigenlijk zo over. Oké, gaan we even terug naar het pad. Ja. Kijk, daarbij wil dat pad en dan kun je natuurlijk gewoon even naar zijn jas kijken van zit er wat op. Nou ja, klop je broek een keer af. Kijk er even goed naar. En ik zou zeggen, ga lekker weer aan de wandel. Nou, André, is de angst voor teken nou terecht? De angst vind ik een beetje overdreven, maar de alertheid moet fors omhoog. Dat is het verschil en dat heeft ermee te maken dat de kans dat je met teken in aanraking komt heel erg groot wordt. Dat je van je af moet kloppen, dat je van af moet halen, daar moet je vooral mee bezig zijn. Vervolgens is elke tekenbeet brengt niet de ziekte van Lyme over. Dus daardoor wordt de kans eigenlijk nog weer iets kleiner. Maar uiteindelijk het effect van die tekenbeet, die wel besmettelijk is, die kan heel erg groot zijn. En daar zit een beetje
Er zit een beetje het spanningsveld. Je moet voorkomen dat je een ziekte van Lyme krijgt. Je moet heel erg alert zijn en dat doet die tekenradar erg goed. Nou, André, ik wil je bedanken. Ik loop nog even verder. Ja. Boswachter André zei ook dat mensen de vacht van hun hond vooral moeten checken als die door het bos gelopen heeft. Eindelijk, het zwembad op de campus van Windesheim is klaar. In juni vindt de opening plaats. Het campusjournaal mocht alvast een kijkje nemen in het nieuwe gebouw. Programmacoördinator van de afdeling sport, Jette Klaartje Koster, nam ons mee door het gloednieuwe zwembad. Welkom in het nieuwe Z-gebouw. Ik ga je straks rondleiden door dit gebouw. Dit is het therapiebad. Hier kunnen de mensen straks zwemmen die in het huidige Hansenbad ook zwemmen in het therapiebad. Dat zijn mensen die klachten hebben, zoals bijvoorbeeld reuma, waardoor ze in het warme water moeten zwemmen. En dit water is 32 graden, dat is iets warmer dan de gemiddelde zwembadtemperatuur. We zijn nu in de hal waar we net ook begonnen. Je komt daar naar binnen. Daarnaast heb je een therapiezaal. Hier komt de centrale receptie. Dus als mensen, klanten binnenkomen, dan kunnen ze hier eventueel een kaartje kopen. Het zwembad is ten eerste voor alle studenten van de KALO. Dus onderwijsdoeleinden. Daarnaast hebben wij voor de heeft het ook een publieke functie. Dus mensen die in Zwolle wonen of in de omgeving en die gewoon lekker straks hier een baantje willen gaan zwemmen, zijn ook van harte welkom. Hier komt de ingang voor de studenten die van bijvoorbeeld het X-gebouw komen. Dit is ook een makkelijke ingang omdat hier naast het zwembad ligt en aan deze kant het fitnesscentrum. En nou ja, we gaan nu het zwembad laten zien, want dat is dus toch waar jullie ook vooral een beetje voor komen. Hier zijn we in het instructiebad. Het instructiebad is net zo groot als het huidige KALO-bad. Het is 20 meter lang, 4 banen breed. Het wedstrijdbad. En als jullie even een klein stukje met mij meelopen, dan kun je zien dat deze muur een beetje schuin staat en hier gaten in zitten. Je kan ook hier, als ik praat, al horen dat het is niet het normale zwembadgeluid, want dan hoor je veel gegalm, veel geluid. Wat hier gebeurt is dat het geluid wordt weer kaatst in die gaten naar boven toe, waardoor het wegvaagt. Dat zijn de kleine dingen waar in dit gebouw ontzettend veel rekening mee is gehouden. En nou ja, waardoor we extra trots zijn. Ja, begrijp ik helemaal. Zijn er meer van dat soort snufjes? Nou, wat ook heel mooi is, in Nederland is op dit moment één zwembad. Dat is in Eindhoven waar een camera-observatiesysteem is. Dat krijgen wij ook. Hier in baan 5. Dat is de eerste baan vanaf deze kant genomen. Daar zal een camerasysteem gemaakt worden waarbij je dus mensen kan analyseren hoe ze zwemmen en dus hun techniek kunnen gaan verbeteren. Als je hier komt zwemmen en er is bijvoorbeeld afzwemmen, kindertjes willen hun A-diploma halen, kunnen ze hierboven allemaal gaan kijken en hoe ze allemaal zwemmen. En ja, of als er andere evenementen zijn, dan is dit een plek waar je het zwembad goed kan bekijken. Nou, ik ga het even uitproberen. Nou, het water voelt prima. Ik zou zeggen, in mei kan iedereen voor een euro komen proberen. Waarom zou je die doen? Ik ga nu al vast. Het Mudrun Fun Foam Fest is aankomende zondag in Zwolle. Door de modder rollen, over muurtjes klimmen en in sloten springen. Het lijkt allemaal niet erg aantrekkelijk. Dirk Schrama, een echte mudrunner, gaat ons uitleggen wat het is en waarom hij er zoveel passie voor heeft. Hoi, hey. Wat ben jij aan het doen? Wat ik aan het doen ben? Ja. Ik ben het aan het trainen voor een obstacle run. En wat is een obstacle run precies? Een obstacle run is eigenlijk hardlopen, maar dan met obstakels onderweg. Voor welke obstacle run ben je aan het trainen? Nou, ik doe er tegenwoordig elke week wel eentje, dus ik ben constant aan het trainen voor allerlei nieuwe runs. Niet iedereen vindt het leuk om in de modder te spelen. Maar waarom vindt Dirk dit wel leuk?
Nou, er zijn eigenlijk twee dingen die het erg leuk maken. Ten eerste de mut zelf natuurlijk. Iedereen heeft toch een beetje een serieus door de week en een baan en hard aan het werk. En als je dan in het weekend gewoon even kunt buiten spelen, lekker vies worden, door de modder, over muurtjes, klimmen, tijgeren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te doen. Je ziet iedereen ook gewoon de hele dag met een glimlach over het parcours lopen. En wat daarnaast erg leuk is, is het is echt een teamsport. Bij hardlopen gaat het erom dat je zo snel mogelijk bij de finish bent. En dat doe je dus eigenlijk vooral in je eentje. Maar bij een obstacle run loop je vaak in een team. Is geen tijdswaarneming. Maar gaat het er gewoon om dat je samen met je vrienden over de obstakels heen gaat. Elkaar uit de sloot helpt, een handje geeft en gewoon een leuke dag hebt. Sporten voor de lol, zonder prestatie. Maar denkt Dirk er soms wel aan om professioneel mutrunner te worden? Nou, zelf weet ik niet of ik echt die ambitie heb om professioneel te worden. Ik ben er nu al heel de dag mee bezig met onze websites. Dus dat is wel erg leuk. Maar wat je ziet is dat het wel langzaam professioneler begint te worden. Dit jaar is voor het eerst een WK in Amerika. En er zijn een aantal mensen bezig om de sport zelfs Olympisch te krijgen. Dus langzaam gaat het wel heel serieus worden. En daar wil jij ook aan meedoen? Ik ga dit jaar wel aan het WK meedoen. Maar gaat Dirk dit weekend ook meedoen met de Mutrun Fun Foamfest in Zwolle? Nee, ik ga daar helaas niet aan meedoen. Ik heb die dag al een andere run in het zuiden van het land. Ik ben vorig jaar wel bij een run in Lansingerland geweest. Alleen die was nog zonder foam. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat komende zondag gaat zijn. Ik ben ook erg benieuwd. Nou, succes in ieder geval met je training. Dankjewel. Ben je benieuwd geworden naar de modderrace? Probeer het dan zelf uit aankomende zondag in de binnenstad van Zwolle. Ja, dit was hem weer. Voor meer informatie kijk op campusjournaal.nl of volg ons op Twitter. Volgende week zijn we er weer, maar dan op donderdag in plaats van vrijdag. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende uitzending. Ciao.